De Lingehaven is nu een passante haven voor de recreatievaart. De trappen die naar de haven afdalen, dienden om de schepen bij wisselende waterstanden bereikbaar te houden. De haven is ontstaan door bebouwing van de oevers van de Linge, daar waar die uitmonden in de Merwede. Van oudsher was het een doorgaande scheepvaartroute en sinds de middeleeuwen een laad- en losplaats voor de stad. In 1981 is de Lingehaven op de lijst van beschermde monumenten geplaatst. Het is nu een rijksmonument. Al in de middeleeuwen lagen er 3 houten bruggen over de haven. De Korenbrug, de Visbrug en de Peterbrug. De latere houten draaibruggen zijn inmiddels vervangen door bredere stalen bruggen. Alleen bij de Peterbrug bleef de middenpijler gehandhaafd omdat deze een karakteristiek onderdeel vormt van de kolk en de sluis. Het trapgevelhuis In den Blauwen Hoed naast de Peterbrug werd in 1910 als brugwachters- en sluisknechtswoning gebouwd naar een ontwerp van ingenieur Koning van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat metselde de gevelsteen uit het oorspronkelijke pand uit 1640 in deze vervanger. Bouwheer in 1640 was Jan de Reder. Hij was geen hoedemaker, maar pachter van gewestelijke belastingen. Het is wel mogelijk dat hij een blauwe hoed droeg. Hij vestigde zich namelijk in Amsterdam en daar was het blauwhoedenveem een onderdeel van het waagdragersgilde. In 1588 werd het achterhuis van het pand aan de Lange Dijk ingericht tot katholieke schuilkerk, met een vluchtweg naar de Molenstraat. Het verscholen kerkje kreeg de naam Dit is in Abrahams schoot. Op dezelfde plaats werd in 1669 een eenvoudig zaalkerkje gebouwd dat niet op een kerk mocht lijken. Huize Matthijs Marijke is nu woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. Vroeger was het een weeshuis. Het is vernoemd naar Matthijs Alberts en zijn vrouw Mariken Kolf. Zij bepaalden dat het na hun dood een huis voor weeskinderen en vondelingen moest worden. Uit naastenliefde en om de aanwas van vondelingen veilig te stellen, is in de muur een zogenaamd vondelingenluikje geplaatst, waar ongewenste pasgeboren baby's ingelegd konden worden. Aan het begin van de 80-jarige oorlog was Gorinchem al een belangrijke vesting die door de burgers beschermd werd. Die burgers waren lid van de schutterij. Bij dit gebouw, de Doelen, hadden zij in de achtertuin hun doel waar zij hun schietoefeningen met kruisbogen en vuurwapens hielden. Binnen werden de schuttersmaaltijden gehouden. Later kreeg de schutterij meer het karakter van een gezelligheidsvereniging. Aan de achterzijde van de Doelen staat een achtkantige traptoren met een merkwaardige uivormige koepel. De windwijzer stelt Sint Joris in gevecht met de draak voor. De Grote Sociëteit is een woonhuis uit 1893,
dat sinds 1911 grotendeels in gebruik is als herensociëteit. De sociëteit is een van de oudste van ons land, opgericht in 1770. Buiten de Waterpoort was altijd een aanlegplaats van vrachtschepen en veerboten. In 1893 werd de uit 1642 daterende Waterpoort afgebroken. Niet iedereen was het daarmee eens. Het college van burgemeesters en wethouders sprak echter van een ziekelijke verering van oude dingen. De Waterpoort droeg de Latijnse spreuk: de stad wier inwoners het meest aan de wet gehoorzamen, is zowel in vredestijd gelukkig als onoverwinnelijk in de oorlog. Die steen met die spreuk is nu in de muur gemetseld. Van 1830 tot 1839 verkeert Gorinchem in staat van beleg vanwege de Belgische opstand. In de tuin van de tolkazerne worden in 1838 affuitloodsen gebouwd. Een affuit is het onderstel voor de loop van een kanon. Ook de vuurmonden voor het garnizoen werden hier opgeslagen. Hier dichtbij bouwde Karel de Stoute in de 15e eeuw een machtige burcht, de Blauwe Toren. Toen aan het eind van de 16e eeuw de vestingwallen werden aangelegd, moest dit kasteel verdwijnen. Het huidige pand uit 1598 was het domein van tolgaarders, aan wie passerende schippers op de Merwe de Ton moesten voldoen. Met de komst van de Fransen in 1795 werden de riviertollen opgeheven. Het tolhuis werd een kazerne tot 1945... Hier stond een woonhuis, het Groothuis, dat vanaf 1797 tientallen jaren dienst deed als artilleriekazerne. In 1867 werd het pand gesloopt om plaats te maken voor het Rooms-Katholieke Wees- en Armenhuis. De gevelsteen herinnert daaraan. In 1991-1993 werd het pand gerestaureerd en omgebouwd tot appartementencomplex. Deze stadspomp is in 1852 geplaatst op verzoek van 41 omwonenden. Op de knop prijkt het wapen van de heren van Arkel. Sedert 1854 betrok ook de belendende garnizoensbakkerij het water uit de 7 meter diepe put van deze pomp. Deze gevelsteen is in 1549 door Philips II, de latere koning van Spanje, onthuld. De steen is ter nagedachtenis aan Willem van Arkel, die hier in 1417 sneuvelde in de strijd tegen Holland. Het arsenaal uit 1755 was het groot magazijn voor de militaire voorraden in Gorinchem. De kanonskogels waren in piramidevorm opgestapeld in de open lucht. Het is nog lang in gebruik geweest en staat ook wel bekend als mopcomplex, refererend aan opslag ten behoeve van mobilisatie van het Nederlandse leger. Tegenwoordig zijn er woningen ingemaakt. Langs de Schuttersgracht bevond zich vroeger de stenen stadsmuur met torens die rondom de stad liep.
Dit 18e eeuwse poortje is de enige herinnering aan het achterliggende terrein waar van 1826 tot 1967 kazernes in gebruik waren. Daar stonden de Willemskazerne, de Citadelkazerne, de kantine, het gymnastieklokaal en de adjudantwoning. Alles is gesloopt en vervangen door woningbouw. De poort is in 1998 gerestaureerd. Dit bankgebouw dateert uit 1889. Aannemer Wapperom verdiende er 11.590 gulden mee. De opdrachtgever was de Spaarbank, in 1826 opgericht door het departement Gorinchem van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. De bank is via de Bondspaarbank opgegaan in de SNS-bank en verhuisde in 1969 naar nieuwbouw. Al van een flinke afstand valt dit pand in de Zussenstraat op als een mooi voorbeeld van de Amsterdamse school baksteenarchitectuur. Deze manier van bouwen werd rond 1915 populair. Het gebouw heeft bijna overal strakke bakstenen gevels en bijzondere details. Er is een opvallende ronde hoektoren. De stijl van de Amsterdamse school zie je in de lange vensters en de vloeiende overgang van de gevel naar de toren. De ingang in de Zusterstraat is versierd door lage helderrode baksteen. Links ervan zie je de gevelsteen uit 1939 met de tekst ULO School. Dit wachthuis uit 1835 diende als verblijf voor militairen die de doorgang in de wal moesten bewaken. De galerij met drie bogen is kenmerkend voor dit soort wachthuizen.